Goedemiddag allemaal. Welkom op deze buitengewone openbare raadsvergadering van de gemeente Winterswijk op vrijdag 21 april 2017. Het is vandaag een buitengewone raadsvergadering. En vandaar ook dat de raadsleden hier voor mij zichtbaar voor mij zitten. Want ik heb namelijk als plaatsvervangend voorzitter de taak om het echt nog een beetje een raadsvergadering te laten zijn. En vandaar dat ik de raadsleden vanaf deze plek moet vragen of ze akkoord kunnen gaan met de agenda. Ze knikken allemaal heel fijn. En hadden ze niet geknikt, dan had ik daar weinig van aangetrokken, denk ik. Want er valt niet zoveel te veranderen. Want dit is echt een vergadering die vol zit met het protocol. En dat willen we ook zo houden. De heer Bengevoort, geachte aanwezigen. Het koninklijk besluit luidt als volgt. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2017, directeur Raad-Generaal Bestuur en Wonen, afdeling Politieke Ambtsdragers, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan. Met ingang van 21 april 2017 te benoemen tot burgemeester der gemeente Winterswijk, de heer B.J.J. Bengevoort te Tilburg. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Was getekend, Wassenaar, 14 maart 2017, Willem-Alexander. Dames en heren, we gaan over op het belangrijkste punt, denk ik, van deze raadsvergadering. En dat is de installatie en de beëdiging van onze nieuwe burgemeester. Mag ik de commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Cornielje, op het podium verzoeken. Beste meneer Bengevoort, meneer Van Bavel, familie, leden van de gemeenteraad, leden van het college, dames en heren. Op 13 november stuurde u mij een sollicitatiebrief. Althans, u stuurde hem aan de koning, maar aan mij geadresseerd. En die besloot u met te zeggen: 32 is immers een mooie leeftijd om burgervader te worden. Ook daarom wordt regionale samenwerking steeds belangrijker. Met de andere 7 gemeenten in de regio Achterhoek en met de Duitse buurgemeente die ik eerder noemde. De Achterhoek heeft bijvoorbeeld met Oost-Groningen en Limburg gemeen dat het een krimpregio is. En de voorganger, aanwezig, Thijs van Beem, zei in zijn laatste nieuwjaarstoespraak op zoek te zijn naar een alternatieve term voor krimpregio. En een week later mailde Marit de Vouw uit Winterswijk hem een alternatief. Ruimteregio. Het woord ruimteregio is een mooie alliteratie. En ruimte klinkt positiever dan krimp. Maar belangrijker nog is dat de regio Achterhoek die ruimte ook echt heeft. In het landschap, op de woningmarkt. De Achterhoek biedt volop ruimte voor initiatieven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en bedrijvigheid. En dat het Rijk de Achterhoek echt heeft erkend als krimpregio, brengt ook financiële ruimte met zich mee. En daarom geef ik u de suggestie van mevrouw de Vouw, voortaan van ruimte, regio te spreken, dat doe ik graag mee. Van u, meneer Bengevoort, wordt gevraagd dat u zich krachtig inzet voor de belangen van Winters. Meneer Bengevoort, u bent bij koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. En die omvat, behalve de gelijknamige kern, ook 8 buurtschappen in het kerkdorp Meadow. Er is rijkhalsend uitgezien naar de komst. Na de bekendmaking daarvan zei u en het NOS Radio 1 journaal: het is heel eervol om burgemeester te zijn van het dorp waar je bent opgegroeid.
wens u alle succes, wijsheid en geluk bij het vervullen van het ambt. En ik feliciteer alle 29.000 inwoners van deze prachtige gemeente met hun nieuwe burgemeester. Bij koninklijk besluit van 14 maart 2017 is met ingang van 21 april 2017 de burgemeester van de gemeente Winterswijk benoemd, de heer Wim J. Bengevoort, en heeft de volgende eed afgelegd tot bepaald in artikel 65 van de gemeentewet. Ik zweer dat ik om de burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelen, om welke naam of welk voorwerp u ook, een gift of gunst hebt gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelen, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aangenomen. Ik zweer dat ik getrouw wil zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plicht als burgemeester daar eer en geweten zal hebben. De waterdeel van mij, God almacht. Raadsleden, college, geachte gasten, familie, Arjan en de eregast Joris. Na deze installatievergadering zal de aanhef, dank u wel voorzitter, niet meer gelden voor Franklin Vlam, die overigens prima heeft ingevallen. Maar voor Joris Bengevoort, burgemeester van Winterswijk en daarmee voorzitter van de gemeenteraad. Unaniem gekozen door de vertrouwenscommissie en daarna bij de voordracht unaniem gekozen door de raad. En dat is de beste start die je maar kunt wensen. Die unanimiteit geeft aan dat we in Winterswijk vertrouwen hebben in elkaar. De raad had vertrouwen in de vertrouwenscommissie en daardoor ook automatisch in haar keuze voor Joris Bengevoort. Ook op straat en op verjaardagsvisites zijn de geluiden positief. Oh ja, ik ken hem wel van het volksfeest. Oh ja, ik ken zijn ouders, die wonen toch op de Groense Weg. Oh ja, ik ken hem van Antje. Ja, sorry Arjan. Ik ga ervan uit dat het vanzelf een keer ophoudt. Alhoewel, de reacties zijn dus positief. We vinden het met z'n allen gewoon ontzettend leuk om een oud-Winterswijker als burgemeester te hebben. En we kunnen gerust zeggen, je hebt de wind mee. En dat je dan nog een tijd in Tilburg hebt gewoond, nou, dat vinden we niet zo erg. En over de wind meegesproken, in de profielschets stond iemand die met de kop in de wind durfde gaan voor Winterswijk. Een verbinder die onze belangrijke contacten met onze Duitse oosterburen kan onderhouden en intensiveren, maar ook in Arnhem, op het provinciehuis, weet hoe de hazen lopen. Iemand die de regio Achterhoek een extra impuls kan geven en onze inbreng laat horen in talloze gemeenschappelijke regelingen. En aan alle taken die er nog te zijn te vervullen in Winterswijk en op het gemeentehuis. Het voorzitter van de gemeenteraad, het college. De talloze contacten met de Winterswijkers op allerlei gelegenheden, zoals 60-jarige huwelijken, volksfeesten in de buurtschappen, de lintjesregen. Maar er ook zijn voor de burger als er problemen zijn. De burgemeester heeft onder andere veiligheid en handhaving in zijn portefeuille. Bij een grote brand is hij als eerste die een telefoontje ontvangt. Kortom, hij zal op zeer veel fronten zijn betrokkenheid en kunde moeten tonen. Maar we hebben gevraagd om een boegbeeld. De commissaris zei het al en volgens mij krijgen we die ook. Maar we verlangen veel van onze nieuwe burgemeester. Maar wat mag de burgemeester eigenlijk van ons verwachten? Wel, om te beginnen, hebben wij een goed functionerende gemeenteraad. Met de 6 huidige partijen in de raad, Winterswijks Belang, VVD, CDA, PvdA, SP en D66... gaat het onderling goed.
Uiteraard zijn er duidelijke verschillen. We hebben allemaal verschillend DNA, als het ware. En tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen deze onderlinge verschillen weer duidelijk worden. En dat is ook de bedoeling, want dan hebben de inwoners van Winterswijk, u allemaal, althans een deel van u, echt laten kiezen. De partijen hebben echter één ding allemaal gemeen als je hun verkiezingsprogramma zult doorlezen. En dat is dat ze stuk voor stuk gaan voor het belang van Winterswijk en naar bijna 30.000 inwoners. Zoals gezegd, we hebben een prettige sfeer in onze gemeenteraad. Met respect voor elkaars mening en met een behoorlijke dosis transparantie. We vergaderen vaak opvallend efficiënt door een goed functionerend systeem van 2 commissievergaderingen en daarna de raadsvergadering. Belangrijk is nog om te vertellen dat er op deze raadsvergadering altijd een koekje wordt geserveerd bij het eerste kopje koffie. Alleen het eerste. Een wezenlijk aspect in de Winterswijkse politiek is het betrekken van de inwoners als het gaat om nieuw beleid. Zo zijn alle beleidsnota's voorzien van een betrokkenenparagraaf. Zo kun je zien wat de impact is van een beleidsnota op de directe omgeving of wat het gevolg is voor de mensen. Wat ik ook nog speciaal wil noemen, dat zijn de zogenaamde charrettes. Dat zijn infoavonden of middagen waarop Winterswijkse inwoners de mogelijkheid krijgen om meer te praten over nieuw beleid of plan. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe school of de uitbreiding van de wijk. Het is dan belangrijk dat je als directe buren weet wat er gaat gebeuren en dat je kunt meedenken. Onze ambtenaren nemen deze input mee, zodat plannen vaak op een breed draagvlak kunnen rekenen. Dat lukt niet altijd, maar er wordt wel zeer serieus naar gekeken. En dan heb ik gelijk een bruggetje gemaakt naar de laatste belangrijke reden waarom we het in Winterswijk zo goed voor elkaar hebben. Ik noemde ze net al. We hebben een fantastische club ambtenaren aan het werk. Hardwerkend en zeer toegewijd. Altijd tijd om een raadslid met een prangende vraag te helpen. Allemaal mensen met hart voor de publieke zaak en voor Winterswijk. En we hebben in de afgelopen crisis veel bezuinigingen moeten doorvoeren, maar toch is het gelukt om met heel veel inzet van iedereen de machine op volle toeren te laten draaien. Onze ambtenaren maken het eigenlijk voor een commissielid of raadslid dan ook steeds weer mogelijk om ons werk met plezier uit te voeren. Afsluitend kunnen we volgens mij geruststellen dat we elkaar veel te bieden hebben. Het thema van de Zwarte Cross, het grote spektakel dat hier in de Achterhoek gehouden wordt, is vaak ben je te bangen. Ik geloof dat we daar van beide kanten geen enkele last van hoeven te hebben. Namens de gehele gemeenteraad van Winterswijk feliciteer ik je van harte met deze benoeming. We kijken uit naar een vruchtbare en prettige samenwerking. En we hopen dat jullie samen snel jullie plek zullen vinden in deze mooie gemeente. Vanuit welkom en ja, voor degenen die mij wat beter kennen, als je tegen mij zegt dat het vormvrij is, officieel, deze feestelijke gelegenheid, deze installatie, dan loop je een zeker risico. Zeker gezien de tijdsbesteding die ik nog wel eens nodig heb voor dit soort exercities. Maar goed, ik heb afgesproken deze keer en met de hand op het hart moeten beloven om het echt zeer kort te houden en te beperken. Door een welkom vanuit het college. Toch wil ik nog wel even iets zeggen over iets waar wij natuurlijk als college helemaal niet over gaan, behalve dan enkele adviserende rol. En dat is natuurlijk de keuze van burgemeester die de raad uiteindelijk voorbereidt onder de beziende leiding van de commissaris. En ook namens het college willen wij in ieder geval wel kwijt dat de raad hiermee veel lef heeft getoond en dat we daar ook als college bijzonder trots op zijn. Dat is toch, ondanks dat we er niet over gaan, vonden wij het belangrijk om te vermelden. Winterswijk is ook een hele ambitieuze gemeente. U heeft het net in je tannenmaat horen zeggen. Dat we ook in Winterswijk, ondanks crisis, hard werken aan de toekomst van Winterswijk en aan de toekomst van de regio Achterhoek in de samenwerking. Daarbij hebben we zeer, zeer grote ambitie. Dat is de afgelopen jaren gelukt en dat moet ook in de toekomst lukken. Dat is de opdracht waar wij voor staan. Dus dat u, burgemeester, jong en krachtig bent, dat is super, dat is fijn, maar
Het is ook een boodschap aan u dat u ons eerst maar eens even moet zien bijhouden. dan komen we bij het college zelf. Ik denk dat mensen die van buiten tegen Winterswijk aankijken ook zullen zien dat Winterswijk een hecht college kent. En dat is belangrijk. Het is ook belangrijk voor u als nieuwe burgemeester die in ons midden zijn rol zou moeten vervullen als voorzitter van het college en als het boegbeeld van Winterswijk. En dat vinden wij belangrijk, dat we op die manier ook blijven uitdragen als college en die eenheid zullen ondersteunen. Wij zullen u daar ook van harte bij helpen en wij zorgen dat deze combinatie in de toekomst wederom voor succesvol beleid, uitvoering van beleid in Winterswijk zal kunnen zorgen. En dan moet ik u toch even naar voren hebben natuurlijk, want nu komt het moment waarbij de burgemeester ook op de foto veel meer eruit gaat zien dan de burgemeester. Eerlijk gezegd is het een onding, dat weet de vorige burgemeester, dus ik ga je ruim de tijd voor nemen, zodat hij ook goed zal zitten en dat hij ook keurig op de foto komt. Beste Joris, geachte heer Van Bavel, commissaris van de Koning, leden van de Raad, leden van het college, familie, dames en heren. Namens Anno Spekskoor en namens de regio feliciteer ik Joris van harte met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. Dank u wel, voorzitter. Wij waren iets vertraagd. Het stond bij Arnhem muur en muur vast, commissaris. Dus gelukkig had u er geen last van. Mijn naam is Ben Visser, burgemeester van het mooie Scherpenzeel aan de andere kant van onze provincie. Een klein Gelders lopje in de provincie Utrecht en wij bieden nog moedig weerstand. Er zijn veel jonge mensen nodig in het openbaar bestuur. En ik geef de gemeente Winterswijk echt een compliment met de keuze voor deze nieuwe jongste burgemeester. Daar is moed voor nodig en ik vind dat echt een visitekaartje ook voor de gemeente. En ik hoop dat het ook goed voorbeeld doet, goed volgen. Ik heb zelf ook artikelen gelezen over jonge burgemeesters en zodoende ben ik ook een beetje op dat spoor terechtgekomen. Want het is niet iets waar je nou mee geboren wordt, dat je denkt van nou ik ben echt in de wieg gelegd om burgemeester te worden. Tenminste niet als je uit een wat gewonere milieu komt. Dus dat is echt heel erg mooi. Bestuurders met ambitie, met lef en met een passie voor de publieke zaak. Dat hebben we nodig in ons land. Ons land moet vooruit. En zeker ook de Achterhoek waar je toch een specifieke problematiek hebt. Dan voegt dat zeker waarde toe. Ik wens je daar heel veel succes bij. Ik wil ook onze commissaris een compliment geven. Het is de tweede keer de jongste burgemeester in een korte tijd. En dat geeft toch aan dat onze commissaris ook jong talent kansen wil geven. Zelfs onze kabinetsformatie is er een week voor opgeschort voor de installatie van Joris Brengervoort. Zo is Jesse Klaver dan ook alweer. Hoe word je nou burgemeester? Die vraag die prangt misschien wel bij u. Hoe word je nou burgemeester? Dat is een beetje een ingewikkelde procedure. Er is ook veel discussie over. Het moet meer democratisch worden. Hoe zal ik dat even uitleggen? Zonder dat er allerlei misverstanden gaan ontstaan. Maar neem nou Boer zoekt vrouw. Wie kent het programma niet? Ergens in de schitterende regio Achterhoek, daar woont een boer. En deze boer die zoekt een vrouw. En dat is geen gemakkelijke opgave. En daarom is er een tv-programma dat hen hierbij een handje helpt. Yvonne Jaspers, 3 keer de balken en de norm.
komt bij de boer langs om een profiel op te stellen van de boer. En een profielschets van de gewenste vrouw. En vervolgens gaat zij de boer op. En allerlei kandidaten zetten een soort van roze bril op en vormen een romantisch beeld van de boer in kwestie. Sollicitatiebrief met cv, maandenlang door een slopend proces van werving en selectie en aan het einde blijven er 5 of 6 kandidaten over en daarna 3. En daarna gaat er 1 na veel wikken en wegen met de boer brommerskieken. En dat is een gevoelig proces. En de belangrijkste vraag in deze eindfase is eigenlijk, is er nou in voldoende mate een klik tussen de kandidaat en de boer? Mensen raken gedesillusioneerd, soms beschadigd, voelen zich tekort gedaan, want ja, kan er maar 1 de winnaar zijn. Maar ze mogen niks over het proces zeggen. It's all in the game. En dit alles wordt genadeloos vastgelegd door de cameraploeg van Yvonne Jaspers. En heel het land is er deelgenoot van. De mooie momenten, de ontroerende momenten, de tenenkrommende momenten. De momenten van kwetsbaarheid en van blunders en van publieke afgang. En opeens begrijp je waarom de procedure voor burgemeesters geheim zijn. Voor misverstanden ontstaan, meneer de commissaris, het was niet mijn bedoeling om u te vergelijken met Yvonne Jaspers. Laat staan om de selectieprocedure van burgemeesters te vergelijken met een boerzoekvrouwachtige setting. Maar goed, je moet ergens beginnen. Tot zover de procedure. Burgemeester Bengevoort, heer Van Babel, de man van vanaf nu. De reden van mijn komst is natuurlijk dat u de nieuwe jongste burgemeester van Gelderland en ook van Nederland, dus ik ben in 1 klap uit 2 ranglijsten gegooid. U begrijpt dat was ook even slikken. U krijgt van mij de bijbehorende versierselen opgespeld en ook de rode lantaarn, het symbool van de jongste burgemeester, overhandigd na bijna 4 jaar. Ja. De jaren begonnen ook al wat te tellen en een tol te eisen, dus ik heb nu ook wat meer tijd voor mijn gezin. En, nou, illustere bestuurders springen nu ook voor. Oud-minister Marja van Bijsterveld. Oud-minister Ivo Opstelten. De commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman. Maar ook ridder Henry Willem Karel Huizen van Kattendijke. U begrijpt, ik schroef het verwachtingspatroon van deze burgemeester flink op. U wordt ook voorzitter van ons illustere genootschap van burgemeesters onder de 40 jaar. Als jongste burgemeester. En thans wil ik dan overgaan tot de formele benoeming als voorzitter. En mag ik u dan verzoeken om op te staan van uw zitplaats. En mij ongeveinsd te antwoorden op deze conform onze statuten te stellende vraag. Burgemeester Berend Jan Joris Bengevoort, zult u ons genootschap getrouw dienen als voorzitter en steeds de belangen van uw ambtsgenoten onder de 40 jaar in het oog houden en voor hen opkomen waar dat nodig is? Zult u zich inzetten voor de instandhouding van ons illustre genootschap? En zult u de bijbehorende opdracht die ik u thans mag geven, namelijk het samenstellen van een geactualiseerde uitgave van het boek De Jongste Burgemeesters van Nederland, van 1992 tot nu, getrouwelijk uitvoeren. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dank u wel. Ik verzoek u even naar boven te komen. Want nu u van uwentwege bevestigend en ongeveinsd hebt geantwoord op deze vragen, staat ons niets meer in de weg om ook de rode lantaarn te overhandigen. Beste Joris, het burgemeesterschap is een bijzonder ambt in de Nederlandse samenleving. Je bent dicht bij de mensen, boven de partijen, onafhankelijk. En het is een heel kostbaar ambt. Het is groter dan jezelf. Dus ik zou het willen meegeven als collega, wees er zuinig op. Je mag de poosje dragen, net als de rode lantaarn, en daarna geef je hem weer door. En dat is het mooie van dit beroep en dat is ook het mooie van ons land. Het is waard om gediend
en voor geknokt te worden. Dus ik wil je van harte feliciteren. Dankjewel. En ik wil je hierbij dan ook de rode lantaarn. Geachte leden van de Raad, commissaris van de Koning, leden van het College van BNW, beste genodigden, familie, vrienden, dames en heren. Thuiskomen. Na 15 plezierige jaren in Brabant ben ik nu weer terug in mijn eigen Winterswijk. Voor u staat een trots en dankbaar mens. Ik dank zijn majesteit voor mijn benoeming, maar zeker ook zijn commissaris hier in Gelderland, die mij de kans gaf om in gesprek te raken met de vertrouwenscommissie van Winterswijk. Deze commissie, onder leiding van Henk-Jan Tannemaat, gaf mij in een aantal prettige gesprekken de kans te laten zien wat voor burgemeester ik voor Winterswijk kan en wil zijn. En leden van de Raad, ik zie u niet allemaal zitten, u ben ik ook dankbaar. Voor het unanieme vertrouwen dat u mij op 9 februari gaf. Samen heeft u mij de kans gegeven om weer thuis te komen in de Achterhoek. En inmiddels zijn we 3 maanden verder en sta ik te popelen om te beginnen. Mijn voordracht en de daaraan gekoppelde verhuizing was voor Arjan en mij een goede reden om de afgelopen weken nog vaker naar Winterswijk te komen. En daarbij troffen we al veel mensen uit onze mooie gemeente. Soms sprak ik ook Winterswijkers die ik al jaren niet meer had gezien, maar die me om een of andere reden via social media waren blijven volgen. Ook waren er mensen die kaarten of bloemen bij het huis van mijn ouders hebben afgegeven. Het voelt allemaal als een enorm warm welkom. Deze positieve reacties motiveren mij enorm om de komende jaren het allerbeste uit mezelf, maar vooral ook uit Winterswijk te halen. Ik wil u 2 reacties niet onthouden. De eerste reactie was van mevrouw De Vries, de vrouw van oud-burgemeester Cor De Vries. Zij schreef mij op een kaart dat zij en haar man ten tijde van zijn burgemeesterschap samen veel plezier hebben beleefd in het mooie Winterswijk. En wenste mij dat samen met Arjan ook toe. Dank daarvoor. De tweede reactie was van onze neefjes, Cas en Siem. Waar zitten ze? Boven. Ah, kijk, zwaaiers, die jullie allemaal zien. Cas en Siem feliciteerden mij met het burgemeesterschap, maar ze konden zich eigenlijk niet precies voorstellen wat de burgemeester nou precies deed. Na uitleg van Arjan denken zij dat ik nu naast de baas van Winterswijk ook de baas van de politie en van de brandweer ben. Ik laat ze maar even in die waan, want als oom kun je dan niet meer kapot, heb ik gemerkt. Ook was het even wennen om tijdens mijn laatste commissievergadering door de Tilburgse burgervader als collega te worden aangesproken. Mooie momenten. Ik zei het hiervoor al. Het is voor mij speciaal om naar Winterswijk terug te keren. Toen in de zomer bekend werd dat Thijs van Beem zijn functie neer zou leggen, dacht ik heel even, stel dat ik dat eens zou worden. Na wat gesprekken in de zomer, voor en zelfs tijdens het volksfeest, werd het idee in mijn hoofd steeds concreter. En toen stelde de gemeenteraad in het najaar de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Volgens de raad moest de ideale burgemeester van Winterswijk daadkrachtig zijn met natuurlijk gezag en bestuurlijke ervaring. Hij zou een verbinder moeten zijn met visie, ambitie en aan de gang moeten met grensoverschrijdende samenwerking. Toen ik dat wist, wist ik het zeker. Ik wil geen burgemeester worden, ik wil burgemeester van Winterswijk worden. En vandaag is dat werkelijkheid geworden. Maar wat voor burgemeester staat er dan voor u? Inderdaad, hij viel net bijna uit mijn handen, de jongste burgemeester van Nederland. Dat heeft hij wellicht al uit de media vernomen. Maar naast al die media-optredens kunt u natuurlijk veel meer van mij verwachten. Ik wil een burgemeester zijn voor alle Winterswijkers. U zult mij dan ook tegenkomen in ons mooie dorp en natuurlijk in de buurtschappen daaromheen. Daarbij zult u Arjan soms aan mijn zijde treffen, maar hij blijft gelukkig ook zijn eigen leven leiden, voor ons dus niet 2 voor de prijs van 1. Daarbij zal het vooral ook kennismaker zijn. Kennis maken met Winterswijkers en organisaties die ik nog niet ken, maar ook kennis maken met Winterswijkers en organisaties die ik al wel ken. Dat zal misschien ook even wennen zijn. Joris blijft thuis, maar de burgemeester komt binnen. Dat wennen geldt voor mezelf trouwens ook bij het volksfeest.
Door de gemeentesecretaris is een uitgebreid inwerkprogramma voorbereid. Ik kijk er dan naar uit om snel kennis te maken met al het moois wat Winterswijk te bieden heeft. Maar voor iedereen die vindt dat de burgemeester kennis moet komen maken, open ik vanaf vandaag ook een speciaal mailadres. nieuweburgemeester@winterswijk.nl. Hier kunt u mij uitnodigen voor een kennismaking en als het even kan, kom ik zeker langs. Zo weten we zeker dat ik niemand vergeet. Als u overigens geen internet heeft, mag u natuurlijk ook gewoon naar het gemeentehuis bellen. Ik zie ook uitdagingen voor Winterswijk. Ondanks de ruimteregio's moeten we samen het voorzieningenniveau in ons dorp in stand houden. Jongeren aan ons weten te binden, of nog beter, terug laten keren naar Winterswijk. En dat dat niet onmogelijk is, bewijst het feit dat ik hier vanmiddag sta. Maar daarvoor moeten we dus wel zorgen voor banen. Want het is hier verder fantastisch wonen. Als je diverse leeftijdsonderzoeken leest, vraag je je bijna af waarom heel Nederland niet in Winterswijk woont. Het gevoel van veiligheid is hier niet alleen groot, de veiligheid is ook groot. Groot is ook het vertrouwen in het gemeentebestuur. Winterswijk scoort ver boven vergelijkbare gemeentes. Betrouwbaar en integer bestuur is voor mij dan ook erg belangrijk. En ik zal me ervoor inzetten dat Winterswijkers dat vertrouwen zullen blijven houden. Een betrouwbaar en integer debat maakt dat het echt gaat om Winterswijk. Dat heeft onze mooie gemeente verdiend. Want we leven een bevoorrechte samenleving hier in het oosten. Hier kennen we elkaar nog, hier helpen we elkaar nog. Dat is kostbaar. Ik noem het tegen vrienden wel eens het norberschap. En als je dat niet precies kent, is het moeilijk uit te leggen wat dat precies inhoudt. Gelukkig hoef ik dat aan de meesten hier in deze zaal vanmiddag niet uit te leggen, want wij begrijpen elkaar. En Winterswijk staat bij mij niet alleen in de Achterhoek. Samen met de andere gemeentes in onze regio zullen we de komende jaren intensief moeten blijven samenwerken waar het gaat om jeugdzorg, maar ook ruimteordening en bedrijvigheid. Regionale samenwerking vraagt vertrouwen, onderling tussen de bestuurders, maar ook van gemeenteraden in hun bestuurders. Samen met de raden zullen we het vraagstuk rondom democratische legitimatie moeten beantwoorden. Gelukkig neem ik hiervoor positieve ervaringen mee uit de regio Hart van Brabant. En ik zie nu al uit naar de eerste gemeenschappelijke vergadering van alle gemeenteraden in de Achterhoek. Getuige de positieve en warme reacties van de regio-burgemeesters zal dit ook gebeuren in een positieve sfeer. Samen maken we de Achterhoek nog mooier. Samenwerken doen we ook met onze Duitse buren. We staan hier niet op de grens tussen Nederland en Duitsland, maar we staan midden in Europa. En speciaal voor hen zeg ik, während der Gespräche bei der Einstellung wurde mit Nachdruck grenzüberschreitende Zusammenarbeit diskutiert. Ich freue mich darauf, meine deutsche Kollegen zu treffen. Ich freue mich, auf die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Wir werden bald sprechen. Dat zijn mijn ambities voor Winterswijk. Een gemeente waar ik thuis kom en waar u thuis bent. Een gemeente, en hij zit hier vooraan, waar Thijs van Beemden thuis was en zijn sporen heeft verdiend. Gelukkig blijft hij hier in ons midden wonen. Een gemeente ook die de afgelopen periode prima gerund is onder leiding van lokale burgemeester Rick Rommers. En een gemeente waar mijn Arjan zich zeer snel thuis gaat voelen. Al zullen ook onze agenda's hier snel gevuld zijn. Leden van de raad, beste gasten. Ik begon met bedanken van veel mensen. Zo wil ik ook eindigen. Ik dank mijn ex-collega's bij de Waarbeek en Theater van de Klucht. Mijn ex-collega's in de Tilburgse politiek. Mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. Maar vooral ook Arjan. Alle hebben ze mij de afgelopen jaren onvoorwaardelijk gesteund. Zonder hen had ik hier nu niet gestaan. Ik ben geraakt door de aanwezigheid van zoveel. Er spreekt een enorme vriendschap uit. Dank u wel. Ik heb eigenlijk gehoopt dat hij heel snel de trap af zou dalen. Nee, blijf maar rustig staan, dan had ik nog mooi kunnen zeggen. Je hoeft niet zo te overdrijven om te laten zien dat je conditie echt zo goed is. Je mag rustig blijven staan. Wie had dat gedacht? 18, 19 jaar geleden zat deze jongeman bij mij voor in de klas. En ik mocht hem iets bijbrengen op het gebied van de geografie, de aardrijkskunde.
En of hij daar veel van opgestoken heeft, dat weet ik eigenlijk niet meer. Zijn diploma heeft hij gehaald. Maar één ding is mij wel bijgebleven. En dat is dat hij zijn topografische kennis altijd goed in zijn kop heeft gehad. Want de weg naar Winterswijk heeft hij altijd weer gevonden. Knap. Nu ben je echt burgemeester van Winterswijk. En ik wil je daar van harte mee feliciteren. En er hoort uiteraard een keurig goed bij te doen. En dames en heren, ik ben ook bijzonder blij dat u echt burgemeester is, want dat betekent... Ik ga even op zoek. Gelijk het heft in handen nemen, dat krijg je wel. Ik geef je met plezier deze hamer. Een machtig wapen in de gemeenteraad. Niet om de een mee, maar om de stukken heerlijk weg te tikken en de orde in de raad ook eens goed te handhaven. Ik wil je deze graag overhandigen en daarmee jou ook gelijk de kans geven om de eerste handeling van de burgemeester in de gemeente Winterswijk te geven. En dus een sluitend van de raad. Alsjeblieft. Dan mag ik deze aan jou geven? Ja. Dan dank ik u allen voor uw belangstelling vanmiddag en sluit ik hiermee deze bijzondere raadsvergadering. En ik nodig u uit om achter ons aan mee naar buiten te gaan. Dank u wel. Oh, hallo allemaal. Postbode Perry hier vanuit Familie Pretpark de Waarwijk met een speciaal bericht voor jou, Joris, deze keer. Ja, oh, wacht even. Burgemeester Joris natuurlijk. Ja, dat klinkt al een stuk luxer, hè? Ja, wij als personeel van Familie Pretpark de Waarwijk willen jou heel erg bedanken omdat je al die jaren voor ons klaar stond als onze directeur. Wij waren er natuurlijk heel graag allemaal bij geweest. Er is namelijk een heel groot bedrijfsevenement op ons pretpark en in ons pannenkoekenhuis. En daarom kunnen we er helaas niet allemaal bij zijn. Vinden we erg jammer en daarom heb ik voor jou een aantal filmpjes. Let op, daar komen ze. Joris, dat is supergezellig en veel succes met je nieuwe baan. Hey Joris, bedankt. En veel succes. Bedankt Joris! Joris, bedankt. Bedankt hè Joris. Doei Joris. En Joris, bedankt hè, voor al die jaren. Hey! Ah Joris, wat mooi geweest dat wij samen hebben gewerkt. Wij gaan echt jou missen, maar wij wensen jou heel veel succes daar. En dan wij zien wel elkaar. Het is kan weer rond. Tot ziens! Hey Joris, dankjewel hè, voor de afgelopen 6 jaar. Ik wens je echt heel veel succes daar in dit schrijven. Toi toi toi, zet hem op. Ik heb nog wel één vraag eigenlijk. Droge witte wijn. Hoeveel zou het hier nu? Dag Joris, ik weet dat je een enorme hekel had aan mijn accent, maar toch blijf ik hem nog heel lang doen. Joris, ik wil jou graag heel erg bedanken voor al die jaren. Ik heb erg veel met jou gelachen. Ik heb heel veel van je geleerd, dus dankjewel. En ik wens jou nog heel veel succes als burgemeester van Winterswijk. Oh, en als het goed is, komt Zwekkie nu nog even met jou knuffelen. Dus succes! Ik ben echt, dat geloven mensen niet, maar ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig. Maar nu, ik stik ervan. Het is echt niet te hard. Er werd gevraagd of ik wat voor de nieuwe burgemeester wilde doen. Ik zeg, nou, eigenlijk niet, maar voor Joris wel. When you walk
your head up high, and don't be afraid of the dark. Zingen. En dat wilde ik wel. En er was eigenlijk maar één lied waaraan ik dacht voor iemand die hier geboren en getogen is en dan burgemeester wordt in Winterswijk. Hoe bijzonder kan het zijn? Ja, het dorp van Wim Zonneveld. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, en daar die ravond op de keien. Een raadhuis met een pomper vol, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. Van mijn vader.
Thank you.
spelen en een hele mooie mars. Dames en heren, de gezamenlijke muziekvereniging. Thank you.